Ik heb interieur altijd al leuk gevonden. Vandaar dat de IKEA ook echt een van mijn favoriete winkels is. Ik kom er ook regelmatig of ik bestel er. En ik ga nooit met lege handen naar huis als ik er ben. En ik kan er altijd wel iets vinden wat ik wil of wat ik nodig heb. Vandaar dat het me leuk leek om een video te maken met mijn favoriete producten van de IKEA. Ik ga beginnen met een item waarin ik in eerste instantie nooit had gedacht dat ik er zo blij mee zal zijn. Het is namelijk een krukje. En ik zag het per toeval bij de IKEA. En we hebben best wel hoge kasten in onze slaapkamer. Maar ook de keukenkastjes zijn redelijk hoog. En we hebben ook wat hoge planken. En ik kan niet overal bij. Dus ik dacht, oh, wellicht dat dit wel eens van pas komt. Nou, ik moet je zeggen, ik gebruik dit zo ontzettend vaak. En het is meer dan het geld waard. Dus mocht je ergens niet bij kunnen komen, dan is dit krukje zeker een must. Dan de welbekende IKEA spiegel. In ons huis hebben we er twee. Eentje in de woonkamer en eentje in de bijkamer bij de kledingkast. En ik ben zo blij met deze aankoop. Hij is enorm groot, bijna 2 meter hoog. Maar het zorgt ook voor meer ruimte en licht in de kamer. En daarnaast is hij ook heel erg praktisch. Je kan hem ook aan de muur bevestigen, maar wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Normaal gesproken kunnen spiegels best wel duur zijn, maar ik vind het relatief wel meevallen. Het is veel geld, volgens mij staat hij nu op 130 euro. Het is veel geld, maar voor een spiegel is het prima. Dan ben ik obsessed met de Brimmes. Ja, de Brimmes collectie. Het zijn niet de meest mooiste meubels, maar wel de meest praktische en betaalbare meubels. Want we waren op zoek naar een tv-meubel. Maar alles was boven onze prijsklasse. En toen wij hier kwamen wonen, hadden we nog geen meubels. Dus we moesten eigenlijk nieuw kopen. We konden ook dingen tweedehands halen. Maar we hebben nog steeds geen auto, dus dat was heel onpraktisch. Dus we lieten alles bij IKEA eigenlijk bestellen. Om toch een beetje budget-wise keuzes te maken, hadden we uiteindelijk voor een Brimmes tv-meubel gekozen. We hebben uiteindelijk de originele handvaten vervangen door gouden handvaten. Op deze manier maak je toch een klein beetje eigen. Dus Brimmes, top. Prijs-kwaliteit verhouding vind ik ook gewoon prima. En dan heb ik nog een kast van dezelfde lijn. En deze gebruiken we in onze coffee corner. En deze is zo erg handig om verschillende dingen in op te bergen. En ik twijfel een beetje over de zwarte kleur. Want je ziet heel snel vingervlekken. Maar moet ik maar af en toe een doekje eroverheen doen. En ook bij deze kast hebben we de handvaten vervangen. Nu we ons toch in de koffiecorner bevinden, heb ik hier ook een draaiplateau staan in de kast. Dat past perfect. En op dit plateau staan mokken en glazen. Want op deze manier hoef je niet zo naar achteren te graaien. Kom makkelijk bij alles. En ziet het er ook nog eens leuk uit. En dan hebben we nog iets in de koffiecorner staan. Namelijk deze opbergpotjes. Ik vind ze zo fijn om bijvoorbeeld koffiebonen in op te bergen, suikerklontjes. En je merkt wel dat ik er fan van ben, want ik gebruik het echt voor alles. Zo gebruik ik deze potjes ook voor de koekjes en snoepjes en voer van Milo. Vaak vind ik de verpakkingen van hondenvoer niet het mooiste dat er is. Soms ziet het er wel leuk uit, maar het past niet helemaal in het interieur. Dus vandaar dat ik het in een potje heb gedaan en heeft het een mooi plekje. Zoals je misschien hebt gemerkt, vind ik verpakkingen niet per se het mooiste dat er is. Sommige verpakkingen zien er echt heel mooi uit, maar niet alle merken passen in mijn aesthetic. En dat is helemaal prima. Dus we hebben ervoor gekozen om onze wasmiddel in flessen te stoppen. Dit is gewoon een hobby van mij. Ik vind het gewoon leuk om dingen mooier eruit te laten zien. Iets wat altijd al een favoriet bij mij is geweest zijn deze wandplanken. Deze zijn officieel bedoeld voor schilderijen, maar je kunt het ook gebruiken voor decoratie. We hebben in totaal 3 van deze planken in de hal hangen. 2 gebruiken we ter decoratie, dus voor posters en andere elementen. En de andere is een kleinere variant en die hangt onder onze spiegel. En dit plankje gebruiken voor kleine prulletjes, sleutels, dingetjes die we eventjes snel kwijt moeten. Zo neemt het niet heel veel ruimte in beslag en kan je nog steeds wat spullen kwijt. Dan ben ik ook echt een groot fan van de Kallax kasten. We hebben 2 varianten ervan met 2 lagen en 1 laag. Het is echt een unit. Je kan hem op verschillende manieren plaatsen, horizontaal en verticaal. Maar wij hebben hem horizontaal
Eentje staat in de slaapkamer. En in deze unit hebben we manden zitten. En in die manden bergen we van alles op. Van extra kleden tot aan kussens tot aan troepjes. Zo heb je toch extra opbergruimte. De andere unit staat in de woonkamer achter de bank. En deze heeft twee lagen. De onderste laag hebben we gevuld met manden. Ook hier zitten verschillende troepjes in. Zoals snackjes voor Milo of extra decoratieelementen. Het is super handig om extra opbergruimte te hebben. Helemaal als je een persoon bent die een opgeruimd huis wil hebben en niet heel veel dingen wilt laten rondslingeren. En ik vind het heel erg fijn dat het achter de bank staat. Dan is het niet helemaal in het zicht, maar het is wel een beetje aanwezig. En deze bakken zijn echt ideaal. Ik gebruik deze bakken echt voor van alles. Van random spulletjes die geen vaste plek hebben tot aan verschillende kabels van opladers en zo. En door elke bak één categorie te geven of een gecombineerde categorie, weet je gewoon waar je je spullen kwijt kunt. En zo heb je geen rommelig kastje en heb je alleen een kastje met bijvoorbeeld bakken. En op deze manier kan je zo gemakkelijk dingen terugvinden. En over bakken gesproken, de stukbakken koop ik keer op keer weer. Ik gebruik het voornamelijk voor in mijn kledingkast. Ondanks dat ik best wel een georganiseerd persoon ben, kan ik ook wel goed troep maken. En ik ben heel snel geneigd om dingen in mijn kledingkast gewoon terug te gooien en niet netjes op te vouwen, op te rollen, noem het maar op. En door deze bakken te gebruiken, ziet het er altijd wel semi of best wel georganiseerd eruit. Ondanks dat je kleding bij elkaar proef. Van bijvoorbeeld ondergoed. Ja, ik vind het heel erg lastig om ondergoed netjes op te vouwen. Ik drop het gewoon in zo'n bak en alles zit gewoon bij elkaar. Dus ik heb mijn zwarte ondergoed en mijn beige ondergoed heb ik van elkaar gescheiden. Zo heb ik mijn sokken in een apart vakje. Ja, zo kan ik het allemaal makkelijk terugvinden. Dus mocht je lades hebben en je lades willen organiseren, raad ik deze bakken zeker aan. En dan heb ik nog twee decoratie-elementen waar ik helemaal dol op ben. Namelijk een vaas en takken. En deze combinatie vind ik heel erg leuk. Deze vaas is gewoon heel erg simpel wit met een leuk reliefje. En de takken zijn neppe eucalyptus-takken volgens mij, als ik het niet verkeerd heb. En ik heb volgens mij 2-3 takken bij elkaar gedaan. En het ziet er gewoon zo leuk uit. Vind ik in ieder geval. En dit kan je op je bureau plaatsen, op de salontafel, ergens leuk, op een ander tafeltje, noem het maar op. Maar ja, dat waren mijn favoriete IKEA items van dit moment. En ik zou het zo nog een keer kopen als ik het nu niet in huis zou hebben. En ik ben wel benieuwd of jij een item in huis hebt waarvan je denkt, ja, hier moet echt iedereen vanaf weten. Want dat is zo handig, leuk, mooi, chill, noem het maar op. Ik ben er wel benieuwd naar. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!